Ja. Zeg Twan, waar heb jij geld aan uitgegeven? Boah. Waar zal ik beginnen? Zo klinkt dat. Ja, dat is moeilijk voor mij. Is dat zo? Ja, ik weet niet. Ik heb van alles gedaan, hè. Maar, Nou, noem eens wat dan. Nou, ik ben tennisleraar geweest vanaf 19 jaar. En wij verdienden behoorlijk geld. Ja, verdiende ze goed, tennisleraar? Een paar duizend in de week. Doe normaal. Ja. Wie gaf jij dan les? Ja, nee, maar... Het was 50 uur draaien, maal 40 gulden toen. Dus 2000. En wat deed je met dat geld, als je zo jong bent ook nog? Opmaken. Waaraan? Van alles. Ik wil het weten. Kroegen. Kroegen? Vrouwen. Gewoon met een taxi naar Parijs gaan en daar nieuwe kleren kopen... en s'avonds op stap gaan en dan 10.000 gulden gewoon kapot rammen op die bar. Dus ja, dat schiet top, hè? Met de taxi naar Parijs? Ja. En dan, oh, wat decadent. Ja, dat is wel leuk. Ja. Maar je hebt van het leven genoten, laat ik het zo zeggen. Ja, giga. Hoe diep heb je gezeten? Diep? Ja, ja, ik heb een paar ton schuld gehad. Belasting. Dus kwam daar de deurwaarder aan en die zei dan, bent u TFJM in Hilverda? Ik zeg, ja, nou zit hij in de naam de koningin, die komt 85.000 gulden beuren. Ik zeg, ja, dan moet ik even naar boven. En ik gooide gewoon die deur en ik ging weer in bed liggen. Ja. Ja, dat was ik. Gaf niks om. Schaamteloos ook dus. Ik zeg, maak er maar 2 ton van of 5 ton of 1 miljoen. Ik zeg, ik ga het niet betalen. Ja, maar wat toen? En hoe is dat nu met je? Zit je nog steeds op een bovenwoning ergens? Nee, nee. Ik heb een dikke villa in de beste straat van Helmond. Ja hoor. Ja, daar. Westermallaan. Dat hele pand? De helft, maar met de andere ben ik bezig. Ja. Nee, echt? Nee, echt waar? Nee, oh. Dat staat leeg. En anders koop ik iets anders. Ja, dus je hebt jezelf ook weer opnieuw uitgevonden, min of meer? Ja, maar ik ben sowieso een handige jongen. Mm-hmm. Heel handig. Kijk, dat is bij mij binnen. Want wat doe je nu? Ik doe niks nou. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Ongelooflijk goed, dat heb ik gedaan. Okay. Ik heb een boerderij gebouwd. Heb goed verkocht en deed ook. Dat ga ik misschien nog verkopen. Ja. In het samen, ja, als mijn vrouw dat wil. En dan, dan zeker warm pies bij. Zo, dus, op je pootjes tegengekomen. Ja, maar ja, dat weet ik van tevoren ook wel. Ach, dat weet je niet van tevoren. Tuurlijk, doe normaal, Twan, dat weet toch niemand? Maar, ik ben gekke Henkie niet. Dat was een fase in uw leven. Ja. Gaf ik nergens niks om. Maar interesseerde mij die 2 ton schuld. Boeide mij geen meter. Boeit het je nu wel? Ja, tuurlijk. Nou wil ik het niet meer hebben, uiteraard. Ik leef nou gewoon normaal en ja, tuurlijk. Ik draag mijn dingen af. Mm-hmm. Tuurlijk, maar nee, dat moet ik niet meer hebben. Oké, okay. Wel iets van geleerd, zal ik maar zeggen. Nou, geleerd. Ik heb alles meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt. Op alle vlakken heb ik alles meegemaakt. Dus... Want waarom ben je met dat leven gestopt? Gestopt? Ja, ik vond het saai worden. Ja, saai. Vrouwen hakken ze maar in. Zeg, kom bij mij zitten, we doen niks. Overdosis. Gewoon klaar. Ja. En toen ben ik Ingrid tegengekomen op een 38. En dat was ik had zoveel ervaring met vrouwen. En ik denk, ja, dat moet ze allemaal hebben. En als ze dat heen, dan was ze dat. En die stond voor mij. En ja, dat klapte. En dat was goed. En dat is nog altijd goed. Wereldvrouw. Fijn. Ja, ja. Ik ben zeer gelukkig.